gaan lopen met de hondjes, de meisjes, karen aanleggen. Dat is gewoon nodig. En want ze zijn bezig dus in Urk, Haarlem, Amsterdam, Zwolle, Almelo, Enschede, Apeldoorn, Arnhem, Veenendaal, Den Haag, Rotterdam, Oosterhout, Breda, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Helmond, Venlo, Roermond, Geleen en Schijn. Vertel. Het zat is weekend, rond is maandagavond. Vertel. Aan het lopen met de hondjes, de meisjes, karen aanleggen, als je kan horen. Jee, ik zou zeggen, tot later ergens in deze PM's. In de pruimertijd, bedoel je? Wil je mama doen? Oh, goed. En zoek het uit. Doei. Doei, toe de wereld. Zo, en ik met jou? Niet aan mij? Waarom niet? Ik bedoel, niet in de pruimertijd met jou, maar gewoon naar hun toe. Oh, oké. Okay. Ik bedoel, het is dus niet met jou, mocht jij dat denken. Dat je weer opvangen, nou ook, dat doe ik niet. Ik heb het niet altijd tegen jou. Niet? Nee. Dat is jammer. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer dinsdag 26 januari. 2021! En wij zijn inderdaad Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. En ik heb allemaal lekker een wandeling gehad met Lady. Die ga ik sowieso delen. Ik heb dat niet gefilmd, maar straks als ik wel weer ga wandelen, dan ga ik dat lekker delen. Ik zit dus nu even lekker op Bigo. En ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, ik ga even een lekker bolletje maken. Zin in. Hartstikke idee. Mooi zo. Dan ga ik lekker even besmeren met boter. Ja, met boter. Zo, wat ik daar zin in heb. Heb ik gewoon lekker zin in. Lekker besmeren met boter. Ja, lekker besmeren. Zo. Alleen het wil niet wat ik wil op dit moment. Maar nog even niet. Het allemaal weer niet uit. Filet aan mijn keer. Ook lekker. Laatste beetje wat erin zit, raad erin. Dus nu klokslag 3 uur bijna. Kom maar. Ja. Kom, 1, 2. Doe maar. Open door voor mij. Kan makkelijk. Lukt jou. En welke kant gaan we op? Vertel me. Echt, deze mensen hebben echt altijd wat om hun hek heen hangen. Hè? Kijk, let op. Let op, hier echt hartjes. Hoe verzin je dit ook, hè? En ook echt met elke, met kerst of met Halloween, echt altijd iets aan een hek. En dan ben ik weer lekker met Lady aan het lopen, hè? Ja, alweer, hè? Ja, alweer. Hoe doen we dat zo, hè? Hé. Hey. Ja. Hoe doen we dat, hè? Zo lekker vaak lopen. Ja, plasje doen. Goed zo. Ga je mee dan? Ja, goed zo. Wat ga je vertellen dan? Wat dan? Wat ga je zeggen dan? En nou zeg je niks meer, ja ja. Nee, jij bent leuk. Wat is er dan? Hoi! En daar ligt er een. Maar deze dame die was het net zo mooi aan het vertellen. Ik denk, nou dan doe ik de camera op haar, maar... Nee. Ze houdt stijf de mondjes dicht. Oh, toch nog wel vertellen. Nou, vertel het dan. En wat wil je zeggen dan? Tell me. Vertel het dan.
Oh, nou oké, okay, ja, prima, oké, okay, ja, en dan? En dan? En toen? Ja, en dus? Wat dan? Kom hier dan. En hier hebben we er ook nog een. Hela! En hier hebben we er nog, kijk, de twee zusjes. Hoi. Hoi. Als je me gewoon had verteld en dat je dat aan het maken was, had ik ook en ook geen tegenhoeven. Is dat nog zo dan? Vertel het eens, schat. Nee, maar vertel. Hoe gaat het met jou? Nee, even normaal. Hoe gaat het met jou? Ja, prima. Heel goed. Kan niet beter. Want, vertel. Vertel? Ja, kan niet beter. Er is niks beter te kunnen. Ja. Dat scheelt weer. En waarom kan het dan? Waarom kan het niet allemaal beter zo? En waarom gaat alles perfect? Het gaat toch allemaal goed zo met die lockdown en dergelijke? Nou, nee. Niet? Nee. Er zijn toch geen relletjes met die lockdown? Mag toch niet buiten zijn? Er zijn genoeg rellen, zoals in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en ga zo nog maar even door. Dat mag toch helemaal niet? Mag niet naar buiten? Nee, maar dat gebeurt wel. Oh, dat is jammer. Nou, dat is niet aan de regels. Nee, dus? Dat is een beetje jammer. Waarom vind je dat jammer? Ja, als iedereen zich nou aan de regels houdt, zijn we er zo vanaf. Oh ja, en er gaan heel veel mensen dan relletjes op elkaar staan, geen mondkapje dragen, geen anderhalve meter. Ja, wat gebeurt er dan met het aantal besmettingen? Dat weet ik niet. Kijk, kijk gewoon niet. Kijk van niks. Nee, en want ze zijn bezig dus in Urk, Haarlem, Amsterdam, Zwolle, Arnhem, Almelo, Enschede, Apeldoorn, Arnhem, Veenendaal, Den Haag, Rotterdam, Oosterhout, Breda, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Helmond, Venlo, Roermond, Geleen en Stijn. Vertel. Het zwart is weekend, rood is maandagavond. Vertel. Oké, okay. Dat is wel veel. Er komen nog meer relletjes dan, bijvoorbeeld in het noorden van het land. Ik zie dat Drenthe, Groningen en Friesland nog vrij van relletjes zijn, dus dat is wel mooi. Ja. En misschien dat dan die raalschappers allemaal bij elkaar kunnen komen. Ja, maar, op één plek, ja, maar, dan kan je daar mooi iedereen opsluiten. Ja, maar weet je wat het... kijk, Den Haag is groot. Waarom zeggen ze dan niet het centrum Den Haag? Want Den Haag is groot. Ja, in Den Haag. En ja. Wij wonen ook in Den Haag. Ja, maar we wonen ook in Nederland. En in Nederland zijn relletjes. Ja. En dan? Ga je Nederland afsluiten voor railschoppers, weet ik het? Nee. Nee. Zet je de politie daarmee, weet ik wat allemaal in? Nee. Niet. Jammer. Okay. Die ga ik zo meteen wel even lezen. Kijk, om drukte en rellen te voorkomen hebben verkeersregelaars de toegang tot de Valiantlaan in Den Haag afgesloten. De Hobbemastraat, de Valiantlaan en de omliggende straten zijn afgesloten voor autoverkeer. Ja, ze kunnen wel voertuigers komen dan, met relletjes. Als dan zeg maar sluit het af voor railschoppers. Auto's mogen gewoon lekker doorrijden. Is het probleem opgelost. Uh-huh. Denk ik. Maar klaarblijkelijk denk ik daar dan anders over dan anderen. Yep. Hoe denk jij daarover? Hoe ik erover denk? Gewoon niet doen. Blijf lekker thuis. En als je toch naar buiten wil, doe mijn zus lekker na en hou mijn hond in huis. Ja, lekker. Dan kun je lekker naar buiten. Ja, top. Mazaal, allemaal een hond aanschaffen, mazaal. Er is nooit een speelgoedhond. Mag ook nou, nee, mag niet. Niet? Een lijntje? Nee, mag niet. En de poes uitlaten, mag dat dan wel? Nee, mag niet. Oh, jammer. Want die laat zichzelf wel uit op en op de kattenbak, hè, vriend? Ja, oké. Sommige poesen moet je aan een lijntje meenemen, kun je ze ook naar buiten. Nee, doen we niet, hè, met jou. Ik heb zelfs een paar poesen gezien, die lopen inderdaad met je mee. Ja. Naar de brievenbus en weer terug. Ja, klopt. Op een poesenmanier natuurlijk. Maar... Precies dat.
Nou, wij gaan nog eventjes hier misschien Don nog even afkijken. Want Don die staat daar in de kleding. Dat we net hebben bekeken deels. 12 minuten, 43 seconden en zijn video duurt 17 minuten 9. Dus dat.